Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen waarom we hier staan. Blijkbaar denkt een aantal van jullie zich hier te kunnen misdragen. Kijk, dat er gedronken wordt en dat er op dag 1 al peperdure geluidsapparatuur wordt kwijtgemaakt, dat is tot daaraan toe. Maar dat er hotelkamers worden gesloopt en dat er mensen op straat worden lastiggevallen, is werkelijk in en in triest. Ontzettend kinderachtig. En Chris, haal die ongelooflijk domme glimlach van je gezicht. Vind je het grappig allemaal? Onze crew is hier keihard aan het werk om een mooi programma te maken. En als jullie denken hier de boel een beetje te verstieren, dan staat daar de productieauto en dan kun je meteen vertrekken. En geloof me, jullie doen het niet voor mij of voor de AVRO. Jullie doen het voor jezelf. Ja? Want wij bepalen hier wat we laten zien en wat niet. En als het nodig is, monteren we jullie helemaal kapot. Ben ik duidelijk? Wie is de Mol? De meta-meta-beschouwing. In de WIDM-DMMB behandelen we besprekingen en recensies van analyses en nabeschouwingen van Wie is de Mol. Vandaag een korte bespreking van een recensie van een nabeschouwing van de uitzending van de eerste aflevering van Wie is de Mol. De Volkskrant publiceerde gisteren een stuk van televisierecensent Frank Heijnen, waarin hij beschrijft hoe oud-deelnemer Vivienne van den Assum in de nabeschouwing beschrijft hoe in de besproken uitzending iedereen enerzijds verdacht is, maar anderzijds ook weer niet. Ook bespreekt recensent in zijn beschouwing de analyses die de kijkers na de veelbesproken uitzending achterlieten op Twitter en gaat kort in op de analyse daarvan door Dennis Wening in de eerder genoemde nabeschouwing. Uiteindelijk legt Heijnen in het stuk het verband tussen de nabeschouwing van de uitzending van Wie is de Mol en de nabeschouwing van oud-darter Ronald Scholten van een registratie van het WK darts op RTL 7, waarin Raymond van Barneveld de finale niet wist te halen. Heijnen sluit het stuk af met de woorden in de roos. En dat is wat ons betreft in de roos. Tot zover onze berichtgeving over de berichtgeving van de berichtgeving over de eerste uitzending van Wie is de Mol. Bedankt voor het kijken en vergeet niet uw reactie op deze uitzending achter te laten op onze website. Fijne avond. Het is om mee te doen, ja. Meedoen aan Wie is de Mol is eigenlijk totaal de controle loslaten. Ja, eigenlijk word je hele geest, hele fysieke toestel totaal verneukt. Als je meedoet met Wie is de Mol, dan hoop ik een paar dingen. Iets met spanning en eng en spelletjes. Ja, ik was natuurlijk als een vis in het water. Toen kregen we een envelop. En in die envelop staat een briefje met een opdracht die je moest doen. Ja, opdrachtje doen. Ja, nou ja, dat kan ik wel. Ja, en dat was typisch zo'n opdracht waarbij de mol overal opdrachten en dingen en ik weet het niet. En toen moesten we een test doen en dan was het gehoord of je naar huis moest. En toen moest Remy naar huis. En toen heb ik ook gehuild. Ja, nee, ik hoef nooit te huilen. Ja, het lijken wel psychologische experimenten voor deel van zijn eigenlijk. Ja, doei. Eerst gingen we rijden, want we zouden een opdracht doen. Er was een strand waar we de zee op moesten met een kajak. Hey. Je hebt mij even een duwtje gegeven. Ik was heel bang in het bootje en ik roeien. Maar ik mag dus eigenlijk niet nat worden, want ik heb dus buisjes. Toen moesten we kokertjes pakken met allemaal cijfers erop. En die kokers die allemaal ballen eraan. Wat is dit dan? Ik begrijp de nummertjes niet. 6-5-1-0. Het lukt niet. Je moet kijken naar de nummertjes! Wat staat er dan op? De lul kan gewoon niet lezen. In de camera zat heel laag, dus bij mij kon je mijn kut zien. Maar wel met blokjes ervoor. Maar toen was het spel afgelopen en Cecile was nergens meer te bekennen. Ja, Cecile was kwijt. Die was ineens niet meer. Cecile, de crew zegt dat je terug moet komen. Nou, na de eerste opdracht wouden ze Cecile dus kwijt. Die was ineens niet meer. Zij hadden een camera onder haar rok gemaakt. En zij was kwaad op die producent. En dan is zij weggelopen. Ik vond het gewoon niet leuk. En toen wilde ik even alleen zijn.
Ja, toen kregen we een hele leuke opdracht. Er waren bakken en dan mochten we daar iets uitnemen. Zullen we voor de jokers gaan? Nee, weet ik niet. Ik weet niet. Ja, hoezo moet ik dat zeggen? Toch? Nou, wat is het meest interessant? Weet ik niet. Die vrijstellingen sowieso. Mm-hmm. Dus die ga jij halen. Oké. Okay. Toen moest ik gaan klimmen op een soort rare rotswand. Wel doen, man. Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Er zitten allemaal vogels. En toen moesten we test maken. Oh, scheisse. Zo, ik weet niet wat er gebeurde. Echt, ik was doodsbang voor dit mens. Ik was heel erg geschrokken. Ik ben Rek. Uw presentator voor Wie is in Mol 2019. Kandidaten krijgen avontuur van hun leven. 1000 kilometer van huis. Weg van vertrouwde omgeving. Ja, dat is wel een moment van... Oh my god, daar is Rick. Ja, ik wil eigenlijk gewoon naar huis. Kandidaten, die eerste opdracht is jullie gaan rennen. En nu jullie gaan stijl dansen. Come on. Oh ja. Oké, snel. Rennen naar de fietsen. Oké, come on. Ja, ik kreeg half hartinfarct. Ik krijg geen adem meer. Over. Ik ga niet redden. Jullie hebben goed gewerkt. Daarom, je hebt deze geld verdiend. Goodbye. Wow. Ik ben Rick. Dat is toch sick?